Angelique Legrand uit Lelystad heeft een kinderboek geschreven. En dat is niet zomaar een boek. Ze heeft het geschreven naar aanleiding van een ongeluk op de Larserdreef in Lelystad. Waarbij het vierjarig zoontje van haar buren om het leven kwam. En de opa. Eh, niet te vergeten, natuurlijk. Heftig verhaal. Ja, Angelique. Ja, het zal moeilijk zijn, maar kun je ons even meenemen naar die rampzalige dag in 2019? Was het, ja, dat is inderdaad inmiddels alweer drie jaar geleden. Uh, tijd gaat snel, hè? Uh, maar wij. Uh... Keken vanuit onze woonkamer op de dreef. En de hele avond was daar van alles aan de hand: ambulance, helikopter, uh, trauma, uh, dienstverlening, hulpverlening. De weg was afgesloten. En vanuit onze woonkamer keken we uit op de dreef. En hetzelfde deden onze buren. Niet wetende dat in die uren die daar uh, nou ja, zich afspeelden. Hè, dus dat daar ondertussen een ernstig uh, ongeluk was uh, voorgevallen. met hun zoon en hun vader. Ja, dus ja, we keken daarop uit en uh, we wisten allebei van niks. En midden in de nacht hoorde ik de buurvrouw schreeuwen. Daar kwam het op neer. En ondertussen hadden zij het nieuws vernomen. Nou ja, dat dit was voorgevallen. En hoe ga je daarmee dus, om als, uh, als buurvrouw? Als buurvrouw kon ik daar niet zoveel mee. Het was, ik weet je, ik. ik ik zie het gewoon nog zo voor me. Wij hoorden dat s'nachts. Wij wisten ook niet wat er aan de hand was. Volgende ochtend kwam de buurman op zijn sloffen bij ons aanbellen. En hij was zo dapper om te vertellen wat er die nacht was gebeurd. En dan staat je leven stil. Ik bedoel, wij zijn maar de buren, maar je kunt je gewoon niet voorstellen hoe dat is geweest voor, voor hem. Ja. hij heeft zowel zijn vader als zijn zoon op hetzelfde moment verloren. Ja. Dus dat was wel heel heftig. Verschrikkelijk verhaal. En uh, voor de duidelijkheid, een verkeersongeluk. Uh, iemand uh, reed met belachelijk harde snelheid uh, tegen de auto aan... waar dan opa en oma en, en het zoontje in zaten. Correct. Oma heeft het overleefd. Ja. En, uh, ja, en, en nu uh, veroordeeld tot 18 maanden celstraf. 18 maanden celstraf en uh, vier jaar uh, rijontzegging. Ja. Dus dat duurt nog wel eventjes. Maar ja, dat, dat kan je gewoon als buitenstaander. Je kunt je niet... Indenken hoe dat is. Ja. Hoe, hoe is die de afgelopen drie jaar? Uh, nou ja, ik, ik wil natuurlijk weten hoe het met die mensen is, maar ook met jou. Want uh, je, ja, het heeft jou ook wat gedaan. Eigenlijk. Het heeft mij zeker wat gedaan, maar ik had zo eerlijk gezegd dat ik zoiets van. Ik mag van geluk spreken. Weet je, waar heb ik het over? Het gaat om hun. Het gaat om dat gezin. Dat was al erg genoeg. Dus ja, voor mijzelf. Eigenlijk heb ik het verstopt, maar s'nachts kwam het eruit en s'nachts ben ik gaan schrijven. En s'nachts, weet je, dan denk ik nog steeds aan het gezin. En vooral ook aan het meisje, het zusje. Zij was toen uh, zes, toen dat uh, gebeurde, haar broertje. En zij kwamen wel eens bij ons in de tuin spelen. En uh, ja, ik moest steeds aan haar denken. En s'nachts, als het brein rustig is. Dan ja. komt de inspiratie naar boven. En uh, toen ben ik gaan schrijven. Wat is jouw achtergrond? Um, ik heb een medisch-psychologische uh, medisch, uh, achtergrond. Uh, ik werk ook in medisch-wetenschappelijk uh, onderzoek. Maar ik heb ook een praktijk gehad voor kinderen en jeugd. Waar ik dus deze kinderen die te maken hadden met rouw en verlies uh, heb gesproken. En weet je dan meteen hoe je met zo'n meisje moet omgaan als buurvrouw? Of is dat toch toch blijft het moeilijk misschien? Nou, als buurvrouw of als therapeut, ja. dat is natuurlijk wel echt heel anders. Okay. Um, als therapeut zei je daar misschien wat verder vanaf. Als buurvrouw heb ik me daar ook niet te veel mee willen bemoeien, weet je wel. Want je, je ziet het. En um, ja, misschien is het niet gewenst. Of ik, ik, ik zie dat voorbij gaan. En ik zag haar um, op haar fietsje voor het raam. Elke keer naar de gedenkplek fietsen. En dat heeft me echt. Ja, wat ik zeg. Mijn emoties vinden dan een weg. En dat is op deze manier gegaan. Ik sprak haar natuurlijk wel. Ik spreek ja. de buren ook. Gelukkig gaat het nu best heel goed met ze. Maar het is een beetje moeilijk om daar. Een mm -hmm. plek in te vinden. En ja. die plek heb je gevonden door te gaan schrijven. Voor mij wel, ja. En, en, en natuurlijk goed contact houden met de buren, maar ja, en, daar kan je niet zoveel aan toevoegen. Hè? Maar dat verhaal wat je, wat je hebt opgeschreven, ja, hoe heb je dat vormgegeven? Waar gaat het over? Nou, het gaat dus eigenlijk over hoe het dappere meisje Jana omgaat met dat levensgrote verlies. En uh, het is niet alleen maar een groot verdriet, het gaat wel over, hè, het grijpt wel terug op het uh, ongeluk. Maar het boek gaat eigenlijk vooral over hoe zij omgaat met dat verlies, hoe zij zelf een weg heeft gevonden. En dat deed ze letterlijk door te leren fietsen voor ons, want ik bedoel ik keek naar het ongeluk, dat was dramatisch, maar gaandeweg, hè, de maanden voor de, de. En zo zag ik haar leren fietsen op haar fietsje, naar de gedenkplek bij de knuffels. Want we hadden met de buurt zo'n gedenkplek gemaakt en ze wilde per se daar naartoe. En dat heeft haar geholpen. En heb je het observerend gezegd, of heb je er ook gesproken? Um, ik heb er ook wel gesproken. Ik heb ook elementen gebruikt. Daarom was het ook best wel spannend hè? Voor, voor de bureau's die dat zouden opvatten. Ik heb de buurman gesproken, ik heb de buurvrouw gesproken, ik heb het buurmeisje gesproken. En dat heb ik samengevoegd tot één verhaal. En, en wisten ze dat je het boek schreef? Of? Ja. Okay. ja, het was zo'n uh, sensitief onderwerp. Ik, ik wilde Doe dat ik. wel ja. voorleggen. Ik wilde dat ze daarvan op de hoogte waren. Ik heb Hoe reageerden ook... ze? Ja, in het begin was het natuurlijk wel spannend, want het is zoiets out of your hands. Hè? Iemand schrijft een, een verhaal over je kind. Nou, dat is nogal wat. Maar um, ja, ik heb ze daar wel bij betrokken. En nu heeft de buurvrouw het gezien. En ze vond het gelukkig heel mooi. Ja. Kun je omschrijven wat, wat voor boek het is geworden? Want is ook zijn, er zitten, staan prenten in. Omschrijf het even, voor de mensen die luisteren. Ja, het is een, uh, het is een prentenboek. Mm -hmm. Het eerste deel van het prentenboek, dat uh, het is ja in rijmvorm geschreven omdat het ook wel voor jonge kinderen bestemd is het is in rijmvorm geschreven en het eerste deel, dat is echt het verhaal van de, van de kleine Jana. Ik bedoel, ze was tenslotte ook maar zes toen ze haar broertje verloor. En het tweede deel, uh, dat heb ik eigenlijk geschreven in de vorm van een, uh, ja, ik probeer het te noemen, gesprekstoel, zodat je met je kind over het onderwerp, over het verhaal in gesprek kan gaan. En is het alleen voor kinderen bedoeld die zoiets meemaken, of is het ook voor kinderen bedoeld die ook die zoiets niet meemaken, maar dit? Ja. ja, ik denk het wel. Het is echt wel bedoeld mm -hmm. voor kinderen die hun opa of oma, papa of mama, broertje, zusje of iemand anders die dierbaar is, uh, zijn verloren. Ja. ja. Dat is wel het thema, is wel echt. Je hebt iets heel ergs meegemaakt en misschien willen de kinderen daar dan over vertellen. En hoe wordt erop gereageerd? Ja, heel positief. Echt het of ja, grappig, ik noem dat grappig, maar het is natuurlijk best um, hè, door corona en alles in, in die periode daarna. Best wel veel kinderen hebben te maken gehad met uh, overlijden van mensen in hun omgeving. En het was ook grappig. Um, ik heb het boek ook voorgelezen samen, um, of ik heb het aan onze buurmeisje echt kunnen voorlezen. En toen het eerste wat ze zei was. Uh, Oh, maar ik heb een vriendinnetje in de klas, die kan dat ook wel heel goed gebruiken. Want eerst gingen de ouders scheiden en daarna okay. is de moeder ja. overleden. Dus ja, ja. het ja. is misschien wel een actueel onderwerp. Een boom vol knuffels, zo ja. heet het. Wil je een klein stukje van de voorlezen? Een paar zinnen? Een paar zinnen? Ja, ja, ja dus ik ben goed. toch wel benieuwd. Ja, nee, Even voor het we maar bij het begin beginnen eigenlijk? Ja? ja? Ineens was jij niet meer bij ons. Ik kon het niet geloven. We speelden samen elke dag, maar op een nacht kwam papa geschrokken boven. Hij knielde naast mij voor het bed, zijn wangen rood en nat. Er is iets ergs gebeurd, mijn lief. Er is iets ergs gebeurd, mijn schat. Oké, okay, Angelique al uit uitlezen staat hartelijk bedankt en uh, bedankt voor het boek. Ja. veel succes daarbij. Nou, bedankt voor de uitnodiging. Dank je wel. En mocht je er meer over willen weten, het is dus, uh, inmiddels te verkrijgen natuurlijk het boek. boekscout.nl uh, Dus uh, nogmaals, dank je wel.